Je kunt bijna zeggen dat onze verzameling met een Armando begonnen is. Het was een grote witte en heel snel daarna kwam deze rode uit 1963. We hebben hem toen ontmoet voor het eerst op een overzichtstentoonstelling van hem in het Stedingmuseum in Amsterdam. En wij zagen hem daar lopen en we dachten, jeetje, wat een engert, wat een griezelige man. Daar gaan we gewoon, durven we helemaal niks aan te vragen of ons voor te stellen. Maar toen hebben we eigenlijk voor het eerst een afspraak met hem gemaakt. A, om af te rekenen en B, is dat gewoon een heel langdurige vriendschap geworden. Tot de dag van vandaag. We hebben echt een privéverzameling. Het is geen museale verzameling. Die zegt, er zit een stroming en van die stroming moet je iedere kunstenaar één behoorlijk werk hebben. Een privéverzamelaar koopt echt voor zichzelf en ook aan een enorme verliefdheid, denk ik. Je ziet iets en je denkt, ik ga niet zonder dat ding de deur uit. En dat kun je dan ook onmiddellijk beslissen. Het blijkt uit het feit dat wij veel werken hebben gekocht die je niet altijd kunt tonen. Veel werk op papier, veel kleinere werken ook. Maar soms ook hele grote formaten. We hebben een keer een hele kast vol met verschillende potten Amerikaanse ketchup gekocht. Ja, ik moet niet aan denken hoe dat er nu uitziet. Dat is 20 jaar geleden of zo. Dit schilderij heeft mijn leven veranderd. In 1977 waren we op de Jeugdbiennale in Parijs, Biennale voor jonge kunstenaars. En daar zagen we een schilderij en dat heette Wegen der Weltwijsheid. Wij waren zo onder de indruk van dat schilderij dat we naar Helen van der Meij zijn gegaan. Die had een galerie waar ze veel Duitse kunstenaars bracht. En toen bleek dat Anselm Kiefer zijn volgende tentoonstelling bij Helen in de galerie kreeg. Daar hebben we dit schilderij uitgekocht. Ons eerste echte schilderij. Maar wat het nou precies voorstelde, snapten we eigenlijk niet helemaal. Dat hebben we aan Armando gevraagd. Die heeft ons uitgelegd, Siegfried Fikkies Brunilde, Götterdämmerung, Richard Wagner, Festspiele Bayreuth. Nou, een jaar later zaten we daar op die festspiele. En ik raakte daar zo van onder de indruk dat ik gesolliciteerd heb 3 jaar later om directeur te worden van het Concertgebouw in Amsterdam. En dat ben ik ook geworden, daar ben ik 24 jaar gebleven en dat komt door dit schilderij. Wij zijn het lang niet altijd met elkaar eens. Maar eigenlijk op den duur wel. Maar ja. Niet op het moment van aankopen. Ja. Daar hebben we voorbeelden van. Meestal dat ik dan als eerste op iets val en Jeanette zegt, nou weet je het wel zeker? De regel bij ons is dat we elkaar niet tegenhouden als we enthousiast genoeg zijn. Want anders word je weer onderling een soort van commissie. En krijg je een soort grote gemene delen van elkaar smaken. Ja. En wat natuurlijk ook is als privéverzamelaar, je leeft met die werken. Hè? Iedere dag zie je het. Ik kom er iedere dag langs. En iedere dag denk ik bij sommige werken, god, wat is dit toch fantastisch. Wat geniet ik hiervan. Ik vergelijk het vaak met een dagboek. En zoals je geen bladen uit je dagboek verscheurt, neem je geen afstand van werken. Ook als je er misschien op een bepaalde periode wat minder contact mee hebt. Wij waren op bezoek bij Anthony Doffey, de galerie, die Gilding George vertegenwoordigde. Wij zagen een fotoboek bij binnenkomst en bladerden het door. En toen zagen we dit werk. En we waren ontzettend verrukt van. Hij nam ons mee te lunchen boven. En na 3 kwartier gingen wij weer met hem naar beneden. En niets vermoedend. En daar hadden ze dus dit werk opgespijkerd aan de muur. En ieder paneel hangt op 2 spijkertjes. Dus moet je je voorstellen wat een werk dat is. En wij zagen dat hangen. En we waren, ja, geweldig. Dit moeten we gewoon hebben. Totaal verliefd. Rietje Zwart, de oude galeriehoudster in Amsterdam, die zei altijd, jullie verzamelen kunst. Dat is behang dat van je hart is afgescheurd.
Ja, dat is erg, hè? Dat was een hele heftige, omdat ze vond dat we heel vaak hele emotionele dingen kochten, terwijl zij zelf meer systematische kunst verkocht. Wij schrokken daar ook een beetje van toen ze het zei, maar ze had ergens wel een beetje gelijk. We kopen ook vaak wel dingen die heftig zijn. En, het zijn geen brave landschapjes. Wat wij vonden bij het uitzoeken van de werken voor de collectie is deze vroege samenwerking tussen Keith Haring en L.A. Rock. En het grappige is dat je dus hier al ziet het hondje, wat hij later weer veel gebruikt heeft, de Happy Baby. En hier zie je de handtekening van L.A. Rock. En dit is echt typisch L.A. Rock en de rest is eigenlijk Keith Haring. Wij zagen hem lopen op weg naar zijn galerie. En het was iemand die kon je niet omheen. Je herkende hem onmiddellijk. En het was mooi weer en daar stonden veel auto's geparkeerd. En hij was met zijn vinger al deze figuurtjes in al die vieze ruiten aan het tekenen. Ik dacht, jij bent zo obsessed. Dat is echt ongelooflijk. Wij waren erbij eigenlijk dat Keith Haring overnight beroemd werd. Alle pers, iedereen, die hele straat stond vol. Het dampte gewoon. Het was echt fantastisch. We zijn al jaren het punt gepasseerd dat je het allemaal om je heen kunt hebben. We lenen veel uit, dan gaat het weer door onze handen en dan zien we het weer. En eigenlijk zit het ook zo in je hoofd en in je hart. Het is niet weg. Omdat het fysiek hier niet is, wil het niet zeggen dat we het niet bij ons hebben.